Hier de Amsterdamse haven is de grootste benzinehaven ter wereld. Het duurt allemaal veel te lang en dit is een crisis die we aan moeten pakken. En als de overheid het niet doet, ondanks dat de rechter dat in de klimaatzaken de overheid heeft gedwongen, is nu al 2 jaar lang nalatig blijven, beleidsmakers, overheid, dan moeten we het zelf gaan doen. We gaan het niet redden met stemmen, omdat we een massale systeemverandering nodig hebben. En dat past niet in het huidige kader van onze samenleving. We leggen de grondstenen voor een andere manier van met elkaar omgaan en met de aarde omgaan. Ja.